Het verouderde décolleté kan je herkennen aan rimpels. Dat wordt ook wel eens de Devil's Fountain genoemd. En aan onregelmatigheden in de huid. Dan kan je denken aan kleine bruine vlekjes van pigmentatie of kleine adertjes. Het verouderde décolleté kan heel goed behandeld worden, met name op basis van de rimpels. En wij gebruiken daar twee methodes voor. En dat is bijvoorbeeld met een hyaluronzuur. En dan is mijn voorkeur middel is Belotero. Of bijvoorbeeld met de plexer. Op het gebied van de onregelmatigheden hebben we andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld peelings kan ook de plexer voor worden gebruikt. Of bijvoorbeeld een crème, zoals een tretonine hydrogenon crème. En eventjes om dat nog wel te specificeren, dat is een vitamine A crème met een blekend middeltje erin. Nou, over het algemeen zijn mijn patiënten heel erg tevreden over wat ik kan bereiken. Met name bij de Belotero kan je echt de rimpeltjes heel goed wegkrijgen. En als je dan toch nog perfectie wil, kan het nog nabehandeld worden met de plexer. En ook op het gebied van de onregelmatigheden is er met bijvoorbeeld peelings, plexer en de crèmes goede resultaten te bereiken.